eindelijk al vertellen dat ik zwanger ben. Ja, ineens was het er. Ik voel me helemaal glam. Als jij zegt, oh, ik ben vroeger gepest geweest, dan ben je of hoogzwanger of ze is er net uit. Oh, lekker! Als je warmte geeft, dan gaat het beter. Hoe vinden jullie het dat jullie opa en oma worden? Ik haat het, ik hou er niet meer van. Mm. Daar word ik echt eenmaal van, met nu zo die zonsondergang. Waarin we deze gaan showen. Het versnellen. Challenges. Maar je ziet dat iemand zo wordt uitgescholden en bedreigd. Neem het alsjeblieft voor zo iemand op. Ja. Zwangere vrouw op een Oktoberfest. Dat we een kindje krijgen, nou die liefde. Dit is zo'n mooi stukje van de wereld. Deze mensen zijn allemaal zo warm en zo lief. Morgen de geslachtsecho. Loes denkt wel een jongen, toch? Ik dacht het wel. Goedemorgen, het is donderdag en welkom bij een nieuwe weekvlog. En ik bedenk me net dat ik in deze vlog eindelijk kan vertellen dat ik zwanger ben. Oh, wat een opluchting. Ik ga het vandaag aan de allerlaatste en een van de meest belangrijke personen in mijn leven vertellen. Namelijk mijn beste vriendinnetje uit Amerika, Ro. Hier ligt een poes. Deze poes ligt sinds ik, ja het was het, rond, ik weet niet meer hoeveel weken. Misschien 8 of zo. Toen, ja, je maakt dus bepaalde feromonen aan, die zij dus voeden. En sindsdien ligt ze alleen maar bij me en op me. Het is echt de meest cute op aarde. Maar ik ben dus zwanger. En jullie hebben al iets gezien daarover. Ik denk de Ik ben zwanger video. Vandaag ga ik dus het laatste filmpje maken voor de Iedereen Vertellen video. Echt mijn favoriete video uit mijn leven. Zo leuk. Zo ontzettend leuk. Ik dacht ineens, kijk. Dit is dus als ik het niet verberg. Maandag had ik de 13 weken echo, dinsdag had ik dit op mijn werk aangedaan. En dinsdag voelde ik ineens hoe erg je mijn buik ziet. En ik zag het en ik voelde het. Dit is het grappige is ook, ze zeggen altijd mensen die zwanger zijn, die laten hun buik, houden hun buik niet meer eens. Van dan kan je hem lekker loslaten. Oh, ik vind het wel trouwens een heel leuk lookje. Ik heb ook bij Boohoo een beetje dit soort pakjes besteld. Ik dacht, dit is helemaal perfect voor zwangerschap. Ik vind alleen dit kruis net niet mooi vallen bij de broek, omdat het dus eigenlijk... Het is geen zwangerschapsbroek, dus hij mist net wat stof. Zeg maar zo, maar dan, mijn buik loopt tot hier. Dus dan zit het net niet lekker. Maar zo staat het beter. Alleen je wil hem dus tot hier hebben. Dat is echt het verschil als je zwanger bent. Echt lekker zo helemaal over je hele buik. Dus ik moet ook echt zwangerschapskleren gaan kopen. Maar ik dacht dus misschien ga ik vandaag wel soort van met Ro gewoon zeggen, Ro, twee van mijn outfit. En dan heel erg overdreven wel mijn buik uitdoen. Dat ze niet denkt, Charlotte is gewoon, heeft gewoon een dikkere buik gekregen. Maar ik denk als je je handen er een beetje ophoudt, dan is het ook wel altijd obvious van I'm pregnant. Maar het lijkt me ook weer leuk om er gewoon de echo te laten zien. I don't know. Ik weet niet of jullie die video al hebben gezien, maar hij is echt geweldig. Ik heb hem 100 keer gekeken. Anyhow, sinds dinsdag dus. Het is nu donderdag. Ik ben 13 plus 3. En gisteren op mijn werk verteld. Dit weekend of zo wil ik het op socials zeggen. Ik vind het zo chill. Iedereen weet het op school, alle kinderen. Maar dit is inderdaad net iets meer stof moeten hebben. Ik moet echt zwangerschapskleding gaan kopen. Ik ben dus nog niet aangekomen of zo tot nu toe. Maar ja, jullie gaan dus nog alle vlogs zien die ik heb gemaakt. Ik denk nog een stuk of 6, 7. En ik zit nu in mijn tweede trimester. Ik ga natuurlijk niet alleen maar over mijn zwangerschap praten. Maar gewoon, ja, het blijft een vlog van mijn leven. Dus ik ga gewoon lekker door met vloggen van mijn leven. Maar ik kan nu dus zo de deur uit eigenlijk. Zodra ik Ro heb gezien, kan ik zo de deur uit. Want dan mag het oude niet open. En het staat dan niet op internet, maar dat maakt niet uit. Maar dit lookje is helemaal leuk nu. Eerst vond ik het ja, een soort dik maken. En nu ik zwanger ben, vind ik het juist echt geweldig. Dus ik ga straks naar Amsterdam en ik ga hem even klaarmaken. Ja. Wauw. Ja, ineens was het er. Ik las ook dat je dus, als je op je rug ligt, hier onder je navel, je rand van je baarmoeder kan voelen. En dat is ook zo. Ik werd helemaal zo van, ik vond het zo eng voelen. Helemaal harde baarmoederrand. Bizar. Ik ben mijn haar aan het maar trouwens wil ik even zeggen... Weet je hoe pittig het was om, ik denk 13 vlogs, 12 vlogs, in ieder geval zo lang niet te vertellen dat ik zwanger ben en toch elke week te vloggen. En ik voelde me een aantal weken zo slecht, waaronder op vakantie in Zwitserland. En ik heb zoveel minder gefilmd dan ik normaal zou doen. Elke keer dat ik filmde had ik echt geen zin. Ik voelde me eigenlijk bijna nooit goed. Het was nog een leuke vakantie gehad, maar oh, was dat pittig. En dan merkte je dat je vlogs saaier werden en dat meteen mensen stoppen met kijken en... Zeggen het is saai dat je denkt, oh je moest eens weten. Sowieso vind ik het best wel bizar dat als je even wat minder lekker in je vel zit of dus zwanger bent en je heel ziek voelt. Dat je dus meteen
erop afgerekend wordt van, oh, je video is dus saai, maar oh, het was pittig, mijn vakantie, de tweede helft van mijn vakantie en het begin van mijn werk. Oh, ik voelde me zo ziek, jongens, maar dat gaan jullie nog wel een beetje zien. Maar eindelijk, het is moeilijk hoor, om elke week een weekvlog te plaatsen zonder te kunnen vertellen dat je zwanger bent. Het is echt moeilijk. Ja, dus ik ben heel blij dat het eindelijk gezegd kan worden. Halleluja, zo blij. Ik ben zwanger. Mijn allergrootste droom op aarde is uitgekomen. Nou ja, het kindje is nog niet, maar zwanger worden was al een heel groot deel van die droom. Really happy. En het is vandaag een prachtige dag. Perfect, want ik moet zo met de trein naar Amsterdam en ik hou er nooit van. Maar met het weer is het dan een stuk beter. En ik ga op de fiets. Fietsen is moeilijk. Mijn conditie is het niets meer waard. Niemand heeft ook gevraagd, waarom ga je niet meer naar Zumba of die Kangoo Jump of zo. Maar dat is dus daardoor. Ik doe wel nog mijn krachttraining. Bye. Ik voel me helemaal glam, alsof ik naar een YouTube-evenement ga. Het was niet per se de bedoeling om helemaal te glammen, maar... Oké, nou. Ready? Ik hoop niet dat deze jas te warm is. Maar die andere lijken me... Ja, die staan hier niet bij. En hey, er zit een vlek op. Vet zonde. Dus ik doe dit gewoon. Het is wel heel veel winters, hè? Nou, ik doe het gewoon. Oh, het licht zat zo verschrikkelijk. Hi, ik ben weer in Nederland. Ik ben met Robi eindelijk. En we zijn even in de Tic & Max, maar deze tas schreeuwt echt mijn naam. Maar ik vind gewoon dat ik het niet... Ja, het is wel echt heel leuk. Ja, maar hij voelt niet goed. Voel maar. Nee, hij is heel cheap. En dat vind ik hem best duur nog. Ja, 15 is te cheap. Oké. Okay. Zo leuk dat we weer samen zijn, Lot. Daar kan je dan echt zo op verheugen. Als je weg bent. Maar als ik jou zie, denk ik altijd dat je... Ik denk nooit, oh, ik denk als ik je ga zien, oh, dan zie ik je dus gewoon. Ja, gewoon alsof ik je echt maar ik heb wel, als ik je niet zie voor een lange tijd, kan ik ineens een vlaag krijgen dat ik je heel erg mis. Ja, maar jij hebt sowieso natuurlijk ook meer dan kan ik thuis zitten dat ik denk, oh, ik wil je echt heel graag zien. Ik ben al lang blij dat je nu weer... Hi. Hi. Do you have oatmeal? Ja. Can I have cappuccino with oatmeal? Voor mij rosé. Een glas of rosé. Yes. You only have one rosé or do you have? Oké. En voor de niet zwangere. Je wil niet weten hoeveel zin ik in wijn heb sinds ik zwanger ben. Terwijl ik hou helemaal niet zo erg van wijn. Maar misschien ook omdat je het niet mag. Nee, omdat het zuur is. Oh. En mijn moeder alleen maar zuur. Zure bommen, neem je dat ook? Nee, ik doe heel gezond. Dus grapefruit, sinaasappelsap. Elke dag wil ik sinaasappelsap. Ja, dat is lekker. Dat snap ik wel. Zuur. Ik snap wel dat het... Ben je misselijk geweest? Ja. Nu voel ik me echt tof. Vertel alles. Vanaf wanneer wist je het? Ik wist meteen wel. Al. Je deed het, zeg maar, hè? Gewoon. En als het zou komen, dan... Huh? Wist je dat? Ja, dat wist ik allemaal. Maar het was in één keer raak toen. Ja. Maar Ro, dit is de eerste vlog. Zeg maar, mijn vlog is nu vanaf nu op donderdag geopend. Ja, ja. Dus dit is de eerste vlog waarin ik dus het zeg. Dus ik weet het nog niet. Nee, niemand weet het. Maar dit is ook... Ik heb dus stiekem al gefilmd. Maar dit is de eerste live, zeg maar, die online komt. Waarin ik het dus echt kan zeggen. Ik zeg, oh, vandaag alleen Robin nog. En dan mag iedereen het weten. Ik heb echt gewacht op jou. Met, ja, daar ben ik wel blij mee. Dat ik het online kan zetten. Ja. Ik zou ook, je hebt een lijstje die je afgaat. Mensen, bepaalde mensen wil je het echt, dat moment wil je hebben. Nou, ik was zo blij dat je niet hoefde nou, te bellen. Nou, dit was het beste, ja. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Anders had ik ga ik je geweld, niet meemaken, maar... hoogzwanger. De kidney, kimchi. Kidney, tosti. Kimchi. Oh, maar dit is best klein, dus neem jij maar de grote. Nee, die is echt heel klein. Ja. Oh ja, oké. Okay. Dan kunnen we straks nog nemen. Ja, maar jij bent zwanger. Moet je niet de grote. Oh, ik wil zeggen, dat mag ik niet zeggen. Nee, ik heb juist niet zoveel honger. Oh, okay. Perfect. 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 Ook wat sla. Is het echt ze zo is heel zwanger, mensen. Ja. Denken jullie ook niet dat ze de beste moeder ooit wordt? Laat je reactie achter in de comments. Dat denk ik wel echt. Is dat raar om over jezelf te zeggen? Nee, dat weet ik zeker. Nee, dat is juist goed. Ik heb meerdere vriendinnen die ook echt zeggen, Ro, ik ben heel goed in moeder zijn. Mm-hmm. En dat zijn niet... Nou, die zeggen zelden zoiets goeds over zichzelf, hè? Ze kunnen het gewoon goed. Maar ik denk ook, je voelt een liefde voor je kind. Ik vind gewoon opvoeden zo leuk. Dat vind ik aan mijn werk ook het leukste, het opvoeden. Ja. En het karakter tot leven zien komen. Ja, ik hoop ook echt op een kind met... Ik heb liever een kind dat af en toe wat problemen oplevert dan een heel braaf kind. Nou, dat zit wel goed, denk ik. Want jij was ook wel... Heel veel karakter, heel intens. Heel chill. Ik denk een perfecte combinatie. Perfect. Ja.
maar hij had echt, zeg maar, zijn hele jeugd was, zeg maar, voorbeeldigd. Hij had nooit, ik werd natuurlijk wel gepest en zo. Ja. Hij was juist het opposite. Niet dat hij pestte, maar hij viel altijd overal goed, weet je wel. Nou, jij had wel altijd iets, laat ik het zo zeggen, als jij zegt, oh, ik ben vroeger gepest geweest, dan ben ik niet verbaasd, omdat je altijd wel anders was. Maar het komt ook omdat ik nooit heb geleerd om tegen sarcasme te kunnen, en om grapjes gewoon een beetje te kunnen handelen. Want als iemand ook maar een klein grapje maakt, ging ik altijd hap, hap, hap. En dat zou ook een kind, daar is heel, heel goed in. Dat moet ons kind zo echt leren. Ja, ja. Dan was ik niet gepest, hoor. Humor en gewoon iets makkelijk van je af laten glijden. Oh, je neus is toch groot vanaf deze kant. Nou, dan ging ik in een discussie, joh. Ja, ja. Maar dat snap ik nou ook wel weer. Nee, maar dan word je gepest. Ja, dat moet je. Ja. Maar ik denk dat jij en H, dan is het echt de perfecte combi. Ik weet het zeker. En ik denk dat jouw ouders heel leuke opa en oma gaan zijn. En Olly een hele leuke oom. Ja, hij weet nog niet wat hij gaat voelen, maar je hebt lijpe liefde, hè, voor je neefje of nichtje. Dat gaat heel diep. Mm. Het is niet je eigen kind, maar die liefde. Toen mijn zusje zei, ik ben zwanger, voelde ik gelijk een soort connectie. Met het is van jouw dat familie. Ik heb het vorige week aan Susanna verteld. Ook van, en aan Meike en zo. En mijn tante, mijn achterlichtjes. Van, die worden gewoon familie. Mm-hmm. Maar jij wordt ook familie. Mm-hmm. Ik wilde bij jou eigenlijk echt zo'n rompertje met je wordt tante, weet je wel. Ja, maar ik word ook tante zo. Roos, de enige die hier al aan mijn buik heeft gezeten. Ze heeft al tegen het baby gepraat. Ja, zodat het mijn stem onthoudt. Dit is ziek lekker sausje. Ja. Mm-hmm. Dit is zo'n peperduw. Mm-hmm. Weet je die pepertjes met het roomkaas erin? Mm-hmm. Dat is dit. Heel lekker. Heel lekker. Maar ik hoef er niet nog een helft. Te veel kaas. Maar die kimchi is heerlijk. Ik vind gesmolten kaas eigenlijk heel vies. Ja? Ik hou daar niet van. Oh. Maar dit was wel lekker. En als je nu een opgeblazen buik krijgt, boeit het ook niet. Jij gaat echt cravings krijgen, denk ik. Nou, weet ik niet. Tot nu toe dus niet. Nee, maar dat komt pas later, toch? Jongens, mijn craving. Ik ben er niet gewend dat ik het mag zeggen. Mijn sinaasappel craving. Dit is dus de reden waarom ik de hele tijd sinaasappelsap drink. Dit is mijn craving. Een rood lekker wijntje. Ik lekker aan de wijn. Weer webs. Ja, hij is weg. Oh. Ik had weer de behoefte om dit te doen, maar dat heb ik de afgelopen vlogs gedaan. Oh ja, leuk. Dat ik dus aan de wijn zit. Oh. Maar dat hoeft niet meer. Voor iedereen die trouwens denkt dat ik heb gezopen. Nee, ik heb nee, niet. Nee hoor, Dave, tante Robin heeft dat gedronken. Ja, maar ik heb steeds in mijn vlogs gedaan alsof ik alcohol dronk. Maar ik wil zeg maar het aan twee kanten wil, die geitkaas. Jij ook? Ja, sowieso. Dus hoe gaan we dat doen? Zal ik hem door de helft doen? Ja. Ik denk wel dat het kan, één vluchtje. Wat vinden jullie? Ja, ik ga niet zeggen dat ik de vorige keer helemaal rode haar verpest. Ik denk dat de meesten zouden zeggen raar, één pluk, doe er twee. Nou, Hailey Bieber doet ook één pluk. Hailey Bieber. Hailey Bieber is mijn voorbeeld. Echt? Nou, wat zij heel goed doet is branding. Dus oh, zij, in die zin je voorbeeld. Juist. En haar branding is zo goed en dan doe ik met Stay With Me, denk ik, oh, al ben ik een stichting, ik ben ook een brand. Ja? Oh, het ziet er wel mooi uit, maar ik vind toch dat het twee plukken. Of nul. Maar oké. Okay. Het ding is, als ik nu voor twee plukken ga, verpest je alles. Moet ik weer alles opnieuw doen. Ik ben zo blij voor je, schat. En als ik terugkom, dan ben je of hoogzwanger, of ze is er net uit. Ze ook, hè? Ja. Ja. Toch? Ze? Al mijn vriendinnen krijgen meisjes. Iedereen krijgt meisjes. Het lijkt wel een soort epidemie. Ja. Ja, ik vind het wel leuk hoor, een meisje. Ik ook. Ik hoop eerlijk, hoop ik eigenlijk zelf ook een meisje. Als ik mijn eerste kindje. Ja. Maar jij komt ook uit een gezin met vier chickens. Ja. We gaan poffertjes eten. Oh, lekker. Oh, er is echt geen plek. Ik heb honger. Mag ik ook een flesje water, meneer? Flesje water, ja. Yes. Thank you, bye bye. Thank you so much. Yes, thank you, appreciate it. Oma heeft ook allemaal heel lekker eten en zo. Dit zou ik dus voor content willen maken. Dat ik dus langs allemaal van dit soort plekken ga met mensen die echt met liefde een tentje hebben en dan hun eten gaan promoten. Dan zou je denk ik wel in Amerika zou je heel veel content kunnen heel maken. Veel. Want daar heb je wel het verhaal bij de mensen. Diep bij mensen. Dat is echt hier veel. Is het hij denk wat sneller succes. Ik denk dat hij het ook heeft. Hij sowieso. Hij heeft ook heel gevarieerd. Ja, ik denk dat hij ook echt een verhaal heeft. Fried egg sandwich, poffertjes. Het is, ja. Echt liefde. En het gaat heel diep. Je had hier zoveel liever hier eten. En hier koop je ook zo graag een flesje water. Juist. Oh! Dat is echt zo. But first, let's eat some poffertjes. Ik weet niet of het but first erop staat.
Ja, boven is ook wel even. Ja, met boter ook, hè? Ja, ja. Die boter ziet er echt lekker uit, ineens. Ja. Oh, lekker! Als je water geeft, voor de baby. Dan gaat het. Nou, alles wat jij eet, eet de baby, hè? De baby jat alles. Het is zwart. De baby jat ook al je calcium, wist je dat? Ga je er van bij slikken? Ik slik wel calcium, omdat ik ook geen, bijna geen zuivel en zo neem. Oh ja, ik ga het last lekker. Maar nu boeit dat niet, want het is toch wel uitgezet. Als ik nu melk eet, is mijn baby echt... Weet je nog, toen wij naar Antwerpen gingen? En volgens mij heb je... Twee dagen lang dat je, ja, toen was het echt, dat je verstopping had. Toen was het echt een drama. Ik was toen wel anders hoor. Ik ben hetzelfde als Charlotte, maar wel iets minder irritant. Oké. Ja, ja. Wel echt. Je bent gewoon niet lekker. Ja, het komt ook wel door haar, denk ik. Oliver zegt dat het echt door haar komt. Sorry, ik zei dat ik er één nam, maar ik heb er drie. Nou, mooi die huis of zo. Oh ja, gewoon leuk. Maar ik proef wel kaneel. Oh, ligt het aan mij, ja hè. Ik dacht zo snel mogelijk naar huis, want ik ben kapot. Maar toen was ik aan het fietsen, dacht ik, ga eventjes langs mijn ouders. Mama is er niet, maar papa wel. Iedereen vindt altijd dat ik zo weinig ze zie. Terwijl ik de laatste tijd zoveel sociale dingen doe, maar toch. Dus daar ben ik. Nee, dit is heet. Niet doen. Ah, Chico. Het is heet, gek. Anders ga je in de kooi. Hoe vinden jullie het dat jullie opa en oma worden? Ik vind het echt super leuk dat ik oma word. Hier droom ik echt al echt zo lang van. Ik vind het wel geinig. God. Nee, ik zei vandaag gewoon heel eerlijk tegen Desiree, denk ik. Ik zei, ik heb het gewoon, mijn dagen zijn zo vol. Oh, dan moet ik ook nog een dag per week voor mijn kleinkind. Hoe ga ik het doen of zo? Nee, dat hoeft niet. Ja, maar dat wil je. Je wil daar tijd voor. En vroeger zat een oma, die zat gewoon thuis en die kinderen waren uit huis. En dan werkte ze al niet meer. En dan was een oma en dan was ze blij dat er iets kwam. Maar ik heb echt iets van... Ik voel me een soort 36. Dat je oma wordt is raar dan. Ja, dus ik voel me echt totaal niet... Wat ik het gevoel heb dat een oma moet zijn of een oma. Maar het gebeurt toch vanzelf als die baby eruit komt. Robin vroeg vandaag nog van wil je dan dat je moeder bij de bevalling is? Ik zei nou ik denk dat zij wel heel goed is in pittig die vrouwen aanspreken. Als ze bijvoorbeeld iets doen wat ik niet wil. Maar dat ik ook helemaal gek word als je erbij bent. Die moet mama lekker erbij laten. Mama erbij? Bij een bevalling? Nou ik had het er met Ro over. Nee, niet erbij. Gewoon moet je met heel samen doen. Ja, moet je met heel doen. Ja. Wel dat ze de buurt is. Wel, Robin zei je moet zorgen dat je moeder op de gang is. Ja. Mocht er iets gebeuren wat... Ik heb een horen, ja, dat is schillen. Nee, maar er gaan heel veel slechte verhalen. Ik wil trouwens liever thuis bevallen, maar... Heel veel verhalen dat ze ineens je gaan inknippen of allemaal van die dingen die je niet wil. En dan zei ze, jouw moeder is dan iemand die heel goed kan zeggen, nee, dit wil mijn dochter niet. Nee, maar als ik was ingeknipt, was ik ineens niet uitgescheurd. Als je niet was ingeknipt. Als ik was ingeknipt. Ik bedoel, anders word je uitgescheurd. Ja, maar ze doen gewoon best wel vaak dingen die je niet wil. Bij jou scheurde ik uit. En toen hadden ze iets, oh, dat gaat wel weer aan elkaar of zo. Nou, dat gaat dan heel lelijk eigenlijk tegen. Mm-hmm. Dat is gewoon wild vlees. En als ik dan ingeknipt was, hadden ze het gewoon weer netjes recht. Dus onnodig scheur je uit. Toen bij Olivier ging dat precies weer open. Maar ze moeten het wel toestemmen vragen eigenlijk. Toen ging dat bij Olivier precies weer open. En toen hebben ze het wel gehecht. Waardoor het weer vast... netjes. In ieder geval merk, als het zover is, dan ben je niet meer in staat om te zeggen wat je echt wil. Dus ik wil geen ruggenprik. Het kan dat je op dat moment zegt, ik wil het wel. En dan heb je dus iemand nodig die zegt, je wil het niet. Je wilt het niet. Sterk persoon. Maar de arts staat daar natuurlijk in die zin wel boven. Niet. Jezelf beslissen. Ik vind het wel moeilijk, want als dan het kind er niet uitkomt en gaat iets helemaal verkeerd. En het kind krijgt geen zuurstof meer. Omdat jij, het komt er niet door en ze hadden een ruggenprik geadviseerd en ik zeg nee, niet doen. Heb ik het soort van gedaan. Dat vind ik ook best wel eng. En echt daar, weet ik niet. Het is nou... Ik denk ook dat ik het gewoon alleen met heel veel doen. Hè? Ja, schat, ik vind het hartstikke leuk dat we overgenomen worden. Alleen, ik vind het hartstikke leuk, alleen we zijn alle twee, voelen ons helemaal niet... Ja, maar wie voelt zich nou, niemand voelt zich volgens mij open, maar totdat hij het wordt. Nou, ja, maar
dan zit soms dan zit er echt zijn mensen wachten. Zijn er meer type voor. Ja, oké, maar jullie zijn gewoon nog te jong. In je hoofd. Ja, dat is het. In maar als jullie die baby zien, worden jullie natuurlijk direct helemaal obsessed. Dat kan niet anders. Nou ja, obsessed. Natuurlijk zijn we als het kind er is. Ik vind het nu ook al fantastisch. Alleen het is... Ja, je kan nu voelen, hè, sinds gisteren. Toen hij dat beweegt. Nee, maar je voelt het nu hier weer. Kom maar. Hier is nu echt vet. Ja, er zit ook vet op. Als je dat nu denkt. Daar is het hart. Voel je die harde lijn? Dat is helemaal niet het hart. Nee, het is hart. Oh. Dit is het hoor. Voel je? Robin voelde het echt direct. Omdat ik het zei. Doe maar voorzichtig. Nee, dit is je rand van je baarmoeder. Sinds deze week is hij. Hoe Robin ervan? Geweldig. Die raden het. Als enige van de hele reeks aan mensen aan wie ik het heb verteld. Wat raden ze dan? Ze zag me, ze zei, ben je zwanger? Ze had mijn jas aan. Maar niet omdat je zo... Nee. Voelde ze? Toen zei ik nee. Waarom zei je nee? Omdat ik het al filmde, toen bleef ze het herhalen. Lot, ben je echt niet zwanger? Ik zei, nee, ik weet niet. Het ging ze helemaal erop door. Zei ze het weer. Volgens mij ben je echt zwanger. Ik zei, nee, misschien wel dat ik het niet weet of zo, maar voor zover ik weet niet. Moest je hartstikke zitten liegen tegen haar? En toen we eindelijk zaten, ging ik het filmen. En toen, geloofde ze het niet meer. Een hele rare reactie. Toen geloofde ze het niet meer. Ze was heel blij. Toen ik naar huis ging vanuit Amsterdam, dacht ik, oh, hoe kom ik thuis? Hoe red ik het naar huis? Ik ben zo intens moe. Maar toen was ik op het station en toen dacht ik, ja, mijn ouders willen heel graag, die missen me. Dus ik dacht, ik zie mijn moeder ook weinig op werk, weet je, ik ga langs. Mijn moeder was er niet. En nu is het 10:30 bijna. Ik was 10:00 thuis en moest mijn vlog nog even afmaken. Maar ik had dus in de brievenbus iets weggaan. Ik hoop altijd dat het dan een cadeautje van iemand is, maar het kan ook gewoon een soort van standaard iets zijn. Of iets van je werk, of iets wat niet persoonlijk naar mij is gestuurd. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ben eerst gedacht, zelfs, oh my god, misschien is het een kaartje voor het zwangerschap, felicitatie of zo. Ja, iets van school. Ik dacht het al. Soms zijn we te druk voor geluk en vergeten ze te genieten van kleine momenten. En wat maakt nu gelukkiger dan de glimlach van een kind? Die blije gezichten maken het onderwijs juist zo'n mooi vak. Jij laat dagelijks kinderen stralen. We hadden laatst ook nog een cadeautje. En dat is een groot goed, want dat hebben wij geluk met jou. Daarom wensen we jou iedere dag een glimlach en kleine geluksmomentjes. Als blijk van waardering sturen we een doosje geluk. Dank voor je inzet. Dus aarde. Maar dat mag je niet doen, hè, als je zwanger bent. Oxalis deppel levert je minstens 1 klavertje 4. Oh, dat is wel leuk om te planten, maar dat ga ik even bewaren. Dat is wel heel cute. Ik denk altijd van, misschien ligt er een kaartje in of zo van, gefeliciteerd met je zwangerschap, weet ik veel. Mijn brein. Het lag er verder in mijn brievenbus. Wel cute dat de school dit doet. Een krant, een postcode loterij, een baby magazine. Magazine. Oh, iemand heeft een pakketje voor mij. Oh. Een vitamine magazine. Waarom? Ik heb een nee-nee sticker op mijn deur. En een Loberon. Dat wil ik allemaal niet. Die wij is wel leuk. Volgens mij heb ik die zelf aangevraagd. Gratis. En ik heb gewoon... Oh, nu kan ik het allemaal eindelijk vertellen. Waarom ik ineens helemaal niet meer shop en alle dingen. Het komt dus door mijn zwangerschap. Een tijdje voelde ik me heel slecht. Dan kon ik echt gewoon niet eens een supermarkt app bekijken. Zo verrot voelde ik me. En helemaal niet mezelf. Nu is dat weg. Nu voel ik me gewoon prima. Alleen... dat is nog wel steeds weg. Ik heb nog steeds helemaal geen zin om te winkelen of zo. Wat heel goed is. Maar dat is dus de reden. Ik heb een ballon gekocht bij de Flying Tiger. Ik dacht leuk voor morgen. Ik mag morgen op kraambezoek. Een oplader. Dat heb ik op mijn werk laten liggen. Ik had de hele dag granaatappelpitjes in de tas. Ik had van dat vitamin water, want ik was echt vet moe. Vast een hele leuke... Een leuk cadeautje voor iemand. Van W7 voor 3 euro zo'n overnight lip mask van de Normal. Oh, dit was trouwens ook Normal, die ballon. Mini M&M's cadeautje. Smarties Rittersport cadeautje. En ik weet dus niet of ik dit mag, maar het klonk vet interessant. En het is dus geen gepasteuriseerd eiwit. Het is met gedroogd eiwit. Maar 3 eiwitten, 3 dadels en 3 cashewnoten. En dat is wat hierin zit. Vond ik zo interessant. Oh, en iets meer nog cacao. Ik dacht echt, ik wil dat meenemen, maar ik weet niet of ik het mag.
ook allemaal bij de Normal. Elastiekjes. En bij de Kiko. Mijn concealer is op. Dus ik dacht, ik koop even concealer. Ik heb het heel snel getest. Eentje die niet full coverage is, want daar hou ik niet van. Skin Tone Concealer nummer 11. Heel snel gekocht. En hij was 2 plus 1. Ik dacht, het is zo klein. Ik koop er gewoon meteen 3. Want ik had hem even in de winkel opgeladen. Ik vond hem gewoon prima. Ik hoef nooit zo'n hele dekkende. Gewoon even iets. Een mini concealertje. Daar heb ik er dan nu 3 van. Die waren 7,50 per stuk. Dus nu had ik 15 euro voor 3. En dat was het. En nu ga ik nog eventjes mijn thumbnail afmaken. Mijn vlog moet laden. Ga ik ondertussen even GTST kijken met Poesie. Want die heeft helemaal geen aandacht gehad. En ik hoor dus net dat ik morgen een uurtje op kraambezoek mag komen. Ze heeft maar een uurtje de tijd, maar dat is ook prima een uur. Meer dan genoeg, denk ik. Ik weet bij Lot en mijn andere vriendin dat ze in eerste instantie zeiden, kom maar kort. Maar dat ze beide, toen ik er was, wilden dat ik langer bleef. Omdat ze zeiden van, oh, ik vind het juist heel fijn om het eindelijk ook even over andere dingen te kunnen hebben. En weer even uit mijn bubbel van baby te zijn. Maar dat was, de vriendin van morgen is pas 2 weken geleden bevallen. En bij Lot en die andere vriendin kwam ik volgens mij na een maand of zo. En zij heeft ook gewoon, ze zegt, ik heb precies een uurtje. Daarna komt er iemand van het consultatiebureau. En ze woont super dichtbij. Ze zei, nou, kom ik morgen even een uurtje. Leuk toch? Kan ik de baby ontmoeten. Die is dan 2 weken oud. En wat ik merk is dat ik ook gewoon heel graag mijn vriendin wil zien. Dus natuurlijk wil ik toch graag de baby ontmoeten. En ik wil ook heel graag haar zien en haar een knuffel geven. Kijken hoe het met haar gaat. Dus ja, vind ik eigenlijk minstens net zo belangrijk. Dit is het lipmasker. Ik koop eigenlijk nooit dit soort dingen, omdat ik denk, het is allemaal troep. Maar ik vond deze wel leuk voor 3 euro. Heel dik. Ruikt helemaal naar aardbei. Het is helemaal hip toch, van het ene merk. Helemaal namaak. Nou, het is wel lekker dat het gewoon lekker dik is. Als je dat opsmeert voor de nacht. Het ruikt lekker, ik vond het wel leuk. Wel een leuk cadeautipje. W7. Strawberry Overnight Lip Mask. Oh, ik ben zo blij dat jullie nu de vlog weten. Dan kan ik zoveel vrijer vloggen. En ik ben niet bang voor dat mijn vlogs te zwangerschapsachtig worden. En ik mensen verlies. Ik denk dat ik heel goed die balans kan aanbrengen eigenlijk. Hoop ik. En dat alles wat ik deel rondom de zwangerschap gewoon met een vleugeltje Charlotte is. En net als al het andere wat ik deel in mijn leven. Hoop ik heel erg. En nu ga ik even met Poesie op de bank, want die wil aandacht. Want sinds ik zwanger ben, sinds een aantal weken had ik gezegd, hè, wil ze alleen maar op me liggen. Dus kom schatje, we gaan even lekker liggen. Dikzakkie, kom maar. Kom maar, dikzakje. Oeh, hallo. Ik ben bij mijn vriendin, maar ik helemaal op tijd. En dan ben ik helemaal vergeten om het kaartje te schrijven. Nu is het echt heel lelijk geschreven. En ik heb de ballon opgeblazen en die is kapot. Dus dat is stom. Maar ik heb dit kaartje. Van de TK Maxx. Meestal hou ik niet echt van Engelse teksten, maar best moeilijk om een mooi kaartje te vinden. Je hebt wel op Shein en zo en AliExpress heb je vet veel leuke kaartjes, maar daar bestel ik eigenlijk nooit. Kijk, dit is dus het cadeau wat ik al heel lang geleden voor haar heb gekocht. Ik vind het zo mooi. Ik wil het echt houden, maar hij is niet voor mij. Kaartje erin. Ik heb allemaal eten mee weer uit de vriezer, soep en curry en risotto en echt van alles. Alright, en de ballon is dus helemaal kapot. Want ik had scheef geprikt. Zonde. Kan die auto er nou niet langs door mij of zo? Nee, toch? Oh, wat was dit? Oh, ik weig ervoor om die camera neer te zetten. En ik krijg steken. Is dat bandenpijn of zo? Auw. Gewoon echt van mijn baarmoeder tot in mijn vagina. Oh. In ieder geval, ik wou zeggen, dat was leuk. Het was echt een uurtje, gewoon kort. Nu kregen ze de... Hoe heet het? Hoe heet die vrouw? Nou, ik kan net nog op het woord komen. Niet de lactatiedeskundige, consultatiebureau. Op bezoek voor het eerst. Ik ging lekker weer weg. Ze vonden het knuffeltje allebei echt prachtig. Het is ook prachtig. Echt, ik wou dat ik er meer van kon vinden. Zo mooi. Ik wil mezelf ook. Ja, heel blij. Want die heb ik echt bewust maanden geleden al voor ze gekocht. Dus leuk dat ze hem ook zo mooi vonden. En ik had lekker dus allemaal eten mee. Dus dat was ook top. En ik vond het wel heel bijzonder dat ik zo vroeg al mocht komen. Mocht dus nog eerder, maar toen was ze ziek. Maar ja, er zijn
Volgens mij is alleen familie of zo nog echt op bezoek geweest. Dus ik vond dat echt heel bijzonder. Ja, ik weet niet. Het betekent toch veel of zo dat je al zo vroeg die kleine mag ontmoeten. Twee weken en één dag oud. Heel leuk. Prachtig kindje, zo schattig. Ik heb er ook mogen vasthouden. Zelfs toen ze ging huilen mocht ik er nog vasthouden. Vind ik ook altijd heel bijzonder of zo. Ze zei, doe maar lekker, want als ze eventjes huilt, dan drinkt ze daarna weer goed. Dus allemaal helemaal leuk. Heel blij. En nu ga ik denk ik even naar de Oostpoort rijden. Want ik moet echt even winkelen en ik heb er geen zin in. Maar ik heb toch echt even kleren en dingen nodig. En het is prachtig weer. Ik ben even gestopt voor... Ik had niet ontbeten en toen kreeg ik daar twee gekookte eitjes. Vet lief, want haar man ging toevallig net eitjes koken. Maar ik ben even gestopt bij mijn favoriete sushi tent. Want je mag dus, als je het niet te veel eet, krap. Ik heb er wel echt heel veel. Ik heb er 6. Maar ik heb best wel honger nu. En dit is echt mijn fave. En ik heb gevraagd zonder viskuit. Want daarover is niet bekend of je het mag. En ik denk het niet, want volgens mij is dat ook gewoon rauw. En verse handrolls zijn echt de hemel. Maar ik weet niet waarom ik eigenlijk 6 heb gedaan. Ik crave dit al zo lang. Maar ik had er geen 6 moeten nemen. Want deze zijn vers heel lekker. En ik krijg er nooit 6 op. Ik kom hier nooit, dus ik dacht ik doe er meteen 6. Heel duur trouwens, zijn 5 euro per stuk. Maar het is hier altijd zo lekker. Die crunch. Het is wel echt nog... Normaal vind ik ze nog lekkerder. Misschien omdat er dan ook viskuip bij zit, ik weet niet. Heerlijk. Ik ga even naar het Gelderlandplein, maar dat is maar 10 minuten rijden. Ik eet trouwens helemaal niet veel sinds ik zwanger ben. Dit ga ik ook niet opkrijgen. Maar goed, het is straks ook nog lekker, alleen minder lekker. Ik heb dus 2 gekookte eitjes op. Het is nu 2 uur en nu ga ik dus handrolls eten. Oké, ik ga dit lekker eten en dan ga ik even rijden. Ik voel een beetje rollen in dit pak. 50 minuten heb ik het volgehouden volgens mijn Parkmobile. Ik... Zo ben dat ik het nu kan vertellen, maar ik kan dus sinds ik zwanger ben niet meer winkelen. Ik haat het, ik word er intens moe van. Ik vind niks leuk, ik sleep mezelf door de winkels. Ik doe echt mijn best. Ik heb ook echt kleren nodig, maar je moet echt zwangerschapsbroeken hebben. Want die dingen zitten gewoon allemaal niet lekker. Maar, oh, heel eng geweest. Niet in mijn auto. Nee, het is echt een... Ik haat het, ik hou er niet meer van. Ik moet echt online. Want in de winkel, als je tips hebt voor leuke online dingen... Het hoeft niet per se zwangerschapskleding te zijn, maar wel wat geschikt is. Please. Let me know. Zo, ik ben thuis. Ik heb heel slecht gesport. En ik ben een klein beetje... emo, merk ik. Ik heb geen tranen hoor. Ik kriebel aan mijn ogen. Wat misgaat. Omdat... Hoe zie je het hier zo naar de zin heeft in het huis? Ik heb wel besloten dat ik het gewoon vandaag ga doen. Ik kan de verhuizing wel blijven uitstellen. Maar hoe eerder ze geen dagje alleen is, hoe beter. Maar ik ben zo obsessief met haar. We zijn zo gek op elkaar. Ik moet ook nog zomaar ben hoor. Maar ze heeft het hier ook zo naar de zin. En ik vind het niet leuk in het reismandje. En ik wil haar graag vertellen dat ze hier niet meer komt. Maar dat kan niet bij dieren. Dus ik zit een beetje naar het kijken en denk ik, ja, hoe ga ik jou nou uitleggen dat we weer terug gaan? Daar had ze het hartstikke naar de zin, daar niet van. Daar is het groter, dus ik kan ze veel meer bewegen, ook veel meer buiten. Alleen hier zijn we echt zo lekker met z'n tweetjes. En dat vindt ze ook wel lekker. Ik noem haar dus Wezy. Want als we poesie zeggen op WhatsApp... Maakt WhatsApp er poëzie van, dus noem maar Wezy. Wezietje. Ja. Voor ik al ga, moet ik nog van alles doen hoor. Helemaal voorbereiden, inpakken. Maar ook mijn wasje nog in de droger. Mijn vaten, allemaal dat soort dingen. Dus ik ga pas ook in de avond rijden. We zitten hoor. Veel later is het al. Het valt mee, maar ik was echt niet te doen om haar erin te krijgen. Ik heb nu kalmeren en de kattenmuziek aan. En daar word ik echt eenmaal van. Met nu zo die zonsondergang. Het is al super donker. Ik denk, oh, Poesie gaat weer daarheen. Ik weet het, het is helemaal niet erg, maar het is toch gek. Het is al de eerste afsluiting weer van... Het is alweer voorbij heen geweest. Terwijl ik dat helemaal niet erg vind. Maar voor Poesie vindt het al... Maar ze miauwt niet heel hard. Hi, liefie. Zit een speeltje in en snackjes. En ze zit te kijken. En ze doet het nu al echt heel goed. Normaal miauwt ze harder. Ja, kom hier aan de kattenmuziek voor Poesie. Ik had liever niet in het donker gereden, maar ze ging niet in dat ding. En ik wou er ook niet dwingen. En uiteindelijk ging ze er wel in. Dan ga ik lekker een kattenbak hier.
Het is al 7:30. Ik ben er 8:50, super laat. Haha. Nou, ze is vrij rustig. Leef je nog wel, schatie? Ja, ze zit naar buiten te kijken. Komt goed. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt als ze weer in het huis is. Lijkt me dat ze het wel herkent. Na 1/2 jaar. Poesie heeft het echt heel goed gedaan. Ik had klassieke muziek aangezet. Oh ja, dat had ik al verteld. En toen ging ik een beetje zingen. Ze heeft bijna niet gemiauwd. En ze is boven en ze is meteen relaxed. Ze herkent het meteen zitten snuffelen. Ze herkent het duidelijk. Hey! Oh, het doet me echt goed. Ik was best wel bang. En ik herken het huis niet. Want ineens staat er dit. Maar joh. Wezi doet het zo goed. Het is alsof ze nooit is weg geweest. Alleen ook weer wel omdat ze dus... Ze miauwt niet meer. Dat deed ze hier vroeger altijd. Ze is echt zo schattig. Ja, kleine Wezi. Ik had niet durven hopen dat het zo goed zou gaan. Echt niet. En kijk. Een man van mijn hart. Nee, naar mijn hart. Die dit heeft gekocht. Oh, zo lekker. We zijn in het Westenpark en we gaan onze video maken. Waarin we... deze gaan showen. We zijn helemaal echt, er zijn hier zoveel mooie locaties, niet normaal. Leuk. Woehoe. Wel leuk zo in de natuur, voor het lekker een beetje filmen. Echt, we zijn in sneeuw, hoor. Ja, als het sneeuwt. Oh, maar ha, ik heb vanaf hier een mooie shot met die zon erbij. Maar dat krijg je nooit op de telefoon. Als je van onder filmt, heb je dus ziek mooi die zon. Bizar. Het is gewoon Teletubbies dit. Dit is tof. Nou ja, dat gaat nooit lukken. Het is echt waanzinnig wat ik hier heb. Ik heb hier zo volledig de zon in. Dan moet je kijken hoe het eruit ziet. Ja, dat je dan, komt aanlopen. Maar ja, dan moet je er zo met die foto's naar de camera. Ja, dat gaat helemaal niet. Dat kan ook niet. Het versnellen. Poepen, toch? Ik heb het Ja, ik voelde dat ook. En dan denk je van ja. Dat ook anders gebeurt. Ja, ja, is ook zo. Als je naar links kijkt of naar rechts. Bustelletjes, slofjes. Nou, dat is mooi. Ja. Even rond, dan gaan we even naar de andere kant. Ik zou denk ik de wanden alsnog wel in een beige tint verven. Hallo jongens. Volgens mij zie ik er echt uit als zo'n fout schoolmeisje en ik kan volgens mij ook helemaal niet... Ja, dit kan ik wel zitten, maar er zit een broekje onder. Oké, okay, nou, ik heb jullie heel veel te vertellen. Dus, oh, ik moet echt even dit open doen als ik ga zitten. Het zit wel heel chill, dit rokje. Ja. Nou, het verbaast me dat ik een outfit heb kunnen vinden zo last minute. Hier kan ik dus echt niet tegen. Hier word ik echt klaustrofobisch van. Zo, ja, oké. Okay. Ik vind altijd dit soort kragen zo lelijk bij mezelf. Zo vind ik het leuk, maar hij valt steeds weer open. Ik heb een plak BH aan met enorme... tieten, maar die zie je dus niet. Dat hoort dus, want we hebben dus Oktoberfest. Dus even rustig vertellen en ondertussen opmaken. Ik heb mascara nog op van vanochtend, maar ik heb even snel gedoucht, want ik had ijskoud. En ik ga niet wat bijzondere make-up doen hoor. We hebben dus dat filmpje gemaakt. Nou, geweldig. Echt. Ik vind het zo lief van haar dat hij daar dan aan meewerkt, want hij heeft er natuurlijk helemaal niks mee. Maar je merkt er niks van dat hij er niets mee heeft. Ik zie niks. We hebben letterlijk zoveel lol gehad tijdens het maken van het filmpje. Het is niet een 10 geworden of zo. Maar het is hartstikke leuk geworden. Ik keek alleen net naar Lotte's zwangerschapsfilmpje en dacht ik, chips. Deze lijkt erop. En straks denken mensen dat ik erna ga. Maar hij is heel anders. Maar toch. We wilden zeg maar eerst een filmpje maken met op de muur verven. Zo van baby april of zo. Dat vond ik wel echt heel leuk. En ik wil niet zo'n standaard strandfilmpje of zo. Maar het was heel mooi weer. Ik zeg, laten we lekker naar het Westenpark in Zoetermeer gaan. En gaan we daar gewoon een mooi plekje zoeken. Dus ik had zo'n statiefje mee. En eerst zagen we gewoon zo'n hele mooie... Ik heb trouwens een hekel aan inkijken. Ik heb er helemaal niks mee, maar het hoort bij Oktoberfest. Hele mooie achtergrond zagen we. Met helemaal zo van dat, niet riet, maar dat groen uit het water en lelies en prachtig. Maar toen zag Ha schaapjes, dus toen gingen we naar de schaapjes lopen. En toen waren we bij de schaapjes en toen zagen we eigenlijk gewoon een pad. Wat in het echt heel mooi was, maar op het filmpje zie je helemaal niet dat het boeiend is. Maar een pad dat helemaal zo mooi afliep, zie je dus niet. Maar goed, toen hebben we daar dus gefilmd. We hebben daar echt lol gehad. We stonden de hele dag lekker in de zon. Helemaal niemand was er, heerlijk. Alleen, het lijkt dus nu een beetje op Lotter filmpje, maar goed. Niet on purpose of zo. Ik zei net tegen Lou, ik zeg, oh my god, mijn filmpje lijkt net nagedaan of zo. Maar het is anders, het is zeker anders. En zoveel ideeën zijn er nou ook weer niet hoe je dit kan doen. We wilden in ieder geval niet cringy en
zo'n filmpje kan altijd een beetje cringy zijn natuurlijk. Want het is een zoetsappig filmpje, maar ook niet een te zoetsappig liedje erbij en zo. Maar hoe hij heeft meegewerkt, vond ik zo lief. We hebben dus gewoon echt eigenlijk heel veel lol gehad tijdens het maken van het filmpje. Dus dat vind ik heel leuk. En want het is mijn haar lang. Dat je dan ook echt die lange vlechtjes ziet. Nou, helemaal leuk. Gingen we even snel naar de solo. Want er is dus op de voetbal Oktoberfest. En dan gaan we met Mark en Elisa en dus de hele voetbalclub. En Elisa zei toen al van, oh, als je zwanger bent, heb je daar echt geen zin in. En toen zei ik, nou, ik kom wel. Dan hebben ze eerst een wedstrijd, waar ik nu dus niet heen ga. En dan dat feest. Dus nou, solo niks gevonden. Ik zeg tegen haar, ik zie je over een half uurtje, want daarna moest ze naar de bouwhof. Ga ik even snel iets zoeken. Dus ik loop als eerste naar de CNA, want op een of andere manier kan ik daar altijd last minute heel goed dingen vinden. Zie ik dus dit rokje. Denk blouseje erbij. Gewoon, maak me wel comfortabel in, voel helemaal prima. Sta ik bij de kassa. Hele lange rij. Ik denk zelfscan of normaal. Ik denk, nou, ik doe normaal. Want vaak bij de zelfscan bij kleding eindig je toch nog in medewerkers die je nodig hebt en zo. Dus ik sta in de rij. Dat is echt dramatisch. Ik had het eigenlijk eerder moeten vertellen. Want nu ben ik het alweer een soort vergeten. Omdat het echt trauma was. Ik sta in de rij. Naast mij liggen panties. Ik denk, oh, chill. Hoef niet naar de HEMA voor panties. Dus ik buk gewoon om die panties te pakken. En ik voel mensen voordringen. Maar op zich had ik dus ook haast, want ze moesten naar de bouwhof. Ik dacht eerst prima. Toen voelde ik echt dat mensen bleven voordringen. Maar best wel ook echt tegen me aanbeuken. Gewoon niet echt beleefd. Stond ik dus, ging ik omhoog. En toen keek ik voor me en dacht ik, jeetje, er zijn echt heel veel mensen voor me gegaan. Er staat niemand meer achter. Dat vind ik wel een beetje heel overdreven. Dus ik weet niet wat ik vroeg, maar niet van, hebben jullie voorgedrongen, maar iets van... Ik begon gewoon netjes met, stonden jullie hier al voor mij? Ik dacht, dan zeggen ze van, nee, oh, ik dacht dat je niet in de rij stond of zo. Maar toen zeiden ze dus ja. Toen zei ik, oh, echt? Volgens mij stonden er echt niet zoveel mensen voor mij. Toen werd ze dus al een beetje fel. Dus ik stond achter deze vrouw en het ging ze helemaal... En toen zei ik, oh ja, dan is die vrouw inderdaad al voor mij gegaan. Zijn jullie er alle zes langs gegaan? Oké. Toen dacht ik, nou, let it go. En toen weet ik niet wat ze zei. Ze zei in ieder geval iets alsof ik loog of zo. Dus toen zei ik, nou ja, ik sta hier echt al... Zeker 5 minuten. Toen werd ze dus helemaal gek. Ging ze zeggen dat ik een... ja, daar kijken ook kinderen. Een speeltje, zeg maar, moest gaan kopen. Met een bepaald woord. Toen zei ze dat ik borderline had. Ging ze me helemaal uitschelden. Toen was ze aan de beurt. Toen ging ze tegen de vrouw achter haar zeggen... Mevrouw, ik ben heel vriendelijk. Wilt u misschien voor mij? En toen ging die vrouw... Die dus getuige was van dat ik echt een beetje belachelijk werd gemaakt. Zeggen, oh, heel erg bedankt. Wat lief van je. Dat ik dacht, huh? Ondertussen stond hier ook nog een vrouw die alles had gezien. Omdat, ja, een vrouw van 50, 60. Dus ik keek haar aan van, huh, wat gebeurt hier? En zij maakte ook geen enkel contact met mij. Er stonden nog meer mensen om. Niemand zei wat. Ze had ook inmiddels gezegd, als ik deze meid buiten was bij tegengekomen, had ik er in elkaar geslagen tegen haar man. En haar man zag er best wel uit als zo'n, ja, ik wil niet een hokje of zo doen. Dus ik probeer een beetje te letten op hoe ik het kan vertellen, maar... In ieder geval zo'n hele stoere gast met een zwart jack en een baard. En die ook deed best wel keek. Nou, toen heeft ze meerdere keren gezegd dat ze me zou gaan slaan. Toen ging ik er wel tegenin van, ik vraag gewoon letterlijk iets over de rij. En jullie hebben voorgedrongen. En maar laat maar, weet je wel. Wat is dit? Zo zat ik echt van, wat is dit voor idioot? En ook de cashieren zagen het. En iedereen zag het. En ze begon helemaal agressief te doen. En toen zei ze, ja, als ik je straks buiten zie, ga ram ik je in elkaar. Ik sla je op je bek. En op dat moment dacht ik alleen maar, oh my god, dit wordt nu serieus. En ik ben er dus niet op ingegaan. Vroeger zou ik er helemaal op in zijn gegaan. Ik zei eigenlijk vrij weinig. Ik stond daar meer een soort verbijsterd van, hè? Wat gebeurt hier en waarom zegt ook niemand dat? En toen zei die man, die draaide zich om, die zegt, sorry, normaal bemoei ik me er nooit mee. Zo van, ze heeft heel vaak ruzie. Maar jij staat daar verderop helemaal te winkelen. Logisch dat wij voor je gaan, toch? Ik zo, ik sta letterlijk waar ik nu sta. Hier bij de panties. Nee, dat viel gewoon niet met te praten. Toen zei ze weer tegen haar, ik ga haar straks echt op de bek slaan. Toen zei ik, nou, je bent me gewoon een paar keer aan het bedreigen. Dan kan ik gewoon de politie bellen. Ja, bel de politie dan. We zijn er al bekend. Toen dacht ik, oh, ik moet haar bellen. Want ik voel me echt niet meer veilig. Dus ik bel heel. Inmiddels was en zij en ik allebei aan de beurt. Dus naast elkaar bij de kassa. En begon ik dus helemaal te trillen, want toen begon ik het wel eng te vinden. En dacht ik ook, ik heb een baby in mijn buik en voelde ik ineens daar heel veel angst bij. Het hield me eigenlijk groot, maar ik hou eigenlijk helemaal niet van dit soort nare mensen. Want zo ben ik zelf helemaal niet. Begon ik helemaal te trillen en dus te huilen. Ik dacht, jeetje, jammer dat ik dan weer huil. Maar ja, ik vond het gewoon echt verschrikkelijk. Ze heeft gewoon echt zeker 10 keer gezegd dat ze me buiten op mijn bek gaat slaan en me op gaat zoeken en zo.
Toen belde ik haar en toen zei ik het. En toen zei hij, ik kom naar de CNA gelopen. En toen wachtte ik daar. En toen liep hij naar binnen en toen zag ik hem. En ik was helemaal aan het shaken, aan het huilen. Zei hij, kom, we gaan. En toen stond ik echt bevroren. Ik zeg, nee, ik wil eerst dat die vrouw komt. Want anders loopt ze achter me. Dat vind ik eng. En blijkbaar heb ik dat dus heel lang gezegd. Hij zegt, de volgende keer, Shay, als ik rustig ben en jij niet. En ik zeg, we gaan. Kom met me mee. Weet je wel? Ik zeg, ja, ik was zo bang dat ze me van achter ging pakken. Toen kwam er een oudere dame. Die eindelijk kreeg ik support. Ik vond het zo raar dat niemand dat zei. Die zei, ik heb alles gezien en dat belachelijk en idioot hoe dit gaat. En toen ging ze me helemaal steunen en zeggen, je bent super netjes gebleven. En toen ik aan de kassa stond, zei de cashier ook nog, ik zag dat je er de hele tijd al stond hoor. En ik van, ja, maar waarom durf je dan niks te zeggen? Want er kwam nog, ik denk beveiliging of zo, maar achter me hoorde ik iemand dat vragen. Toen zei de cashier, nee, niks aan de hand, gewoon een klein ruzietje. Dat ik denk, ruzietje, ik word hier echt letterlijk gewoon bedreigd. Terwijl ik echt niks doe. En iedereen had ik ook gewoon kunnen zien dat ik niks deed. Want ik ga altijd in mijn hoofd denken, had ik iets raars? Heb ik iets raars gedaan? Nee, ik heb niks raars gedaan. Het was heel naar en heel eng. En daarna was ik dus keihard aan het huilen. En tot we in de auto waren, kon ik niet stoppen met huilen. En toen moesten we dus meteen door naar de bouwhof voor die afspraak. Maar ja, als je hele lichaam is gaan trillen en huilen, dat maakt best wel impact. Ik ben gewoon een gevoelig persoon en ik ben gewoon geen onaardig persoon. Dus ik kan gewoon heel slecht tegen dit soort situaties. Ik hou er echt niet van. Het was echt ASO-gedrag. En ik heb snel eventjes, toen ze niet keken, een foto van haar gemaakt. Ik dacht, mocht het een staartje hebben of wat ook. Maar goed, ze stond op een of andere manier heel lang bij de kassa. Dus toen ben ik uiteindelijk met Hilde dus weggelopen. Maar ik voelde me helemaal niet meer veilig. En ja, dat was echt niet leuk. In ieder geval bij de bouwhof top. Wel geschrokken van bepaalde prijzen, maar we hebben uiteindelijk wel akkoord gegeven. Dus getekend, handgeschud, gefeliciteerd en zo. Dus het wordt echt waanzinnig. Wel heel duur, maar wel waanzinnig. En toen zei ik echt tegen haar, oh my god, ik trek het vanavond echt niet. Maar toen kwamen we thuis en toen hadden we nog 3 kwartier voordat hij al weg moest. Toen ben ik even lekker die video hier gaan bewerken. Toen dacht ik ga niet haasten, dan mis ik maar de wedstrijd. Toen ben ik net even heel rustig gaan douchen. En nu ik heel snel me aangekleed. Sinds ik zwanger ben ik super snel. Doe ik eventjes mijn make-up, gewoon niks bijzonders. En dan ben ik klaar. Maar ik heb dus wel een outfit, ik heb alleen totaal geen schoenen. Ik had er witte sokken bij willen doen met hakjes of laarzen of leuke gimpen, maar dat heb ik dus niet. Maar ik ben heel erg moe van wat er vandaag is gebeurd sowieso. Sowieso zaten we weer 3 uur bij de bouwhof, dus dat is ook al heel vermoeiend. Maar psychisch was het ook echt, ik hou er echt niet van. Ik vind het echt heel naar. En wat ik ook gewoon heel erg moeilijk vind, maar dat heb ik vroeger ook op school lastig gevonden. Dat als ik een keertje gepest werd of er was iets. Maar dat er dan niemand wat zegt. En dat was voor mij wel een beetje traumatisch van vroeger. Ik kom namelijk altijd op voor mensen. Ook als ik je niet ken. Ik zou altijd mijn mond open trekken. Ik zou niet gaan vechten, zeker niet. Of het helemaal uit de hand laten lopen. Maar ik zou wel eventjes mijn steun betuigen. Al is het een blik, al durft een persoon. Dan denk ik echt, al durft iemand niet het voor me op te nemen. Je kan me toch op zijn minst een blik geven. Dat die vrouw dus mee ging doen in haar spel. Ja, ze was natuurlijk best wel eng, die vrouw. Dus misschien durfde die vrouw niet. Maar dat vind ik heel moeilijk in het leven als mensen zo zijn. Vind ik echt heel moeilijk. En dit douche had echt zo gemoeten. En ik heb nu een beetje te veel make-up op. Oké. Ik ga zo even het weer een beetje afhalen met een wc-papiertje. Want ik zie echt niet wat ik doe. Maar niet leuk. Als ik er nu over terugdenk, vind ik het ook echt niet leuk. Ik ga nog even wat liquid spul hier doen. En dan ga ik er gewoon lekker vandoor. Ik doe gewoon witte sneakers hierbij aan. Ik heb ook geen sokken. Dat is niet ideaal. Maar goed, ik vind het prima. Boeit me tegenwoordig niet meer zo. Maar dat was echt heel erg naar. Dus ook alsjeblieft, als je ooit zoiets ziet gebeuren. En je ziet dat er iemand best wel wordt aangevallen. Terwijl ze echt letterlijk niks heeft gedaan. En je hebt het ook nog eens gezien. Sowieso die mensen zagen dat ik er al stond. Maar ook als je dan nieuw aankomt lopen. En je ziet dat iemand zo wordt uitgescholden en bedreigd. Neem het alsjeblieft voor zo iemand op. Ik vind dat echt belachelijk, maar goed. Oké, jongens, ik ga. En nu we dus Oktoberfest op voetbal. Doei! Oké, dit is de look. Mooi is anders. Met witte sneakers lijkt het allemaal helemaal zo'n schoolmeisjes outfit. Ah joh, lekker boeiend. Ik ga, doei! Zo, nou ik heb een mooi plekje. Ik ben benieuwd, jongens, hoe het is om als zwangere vrouw op een Oktoberfest te zijn. Een plek waar iedereen volgens mij zoveel mogelijk zuipt. Dat is volgens mij een beetje het doel van Oktoberfest. Ik vind niet dat ik er heel leuk, mooi uitzie of zo. Maar het komt ook nog eens omdat ik dan... Ik vind dit gewoon altijd zo plofferig. Maar ja, de laatste tijd boeit het me dus wel minder, merk ik. Ik ben gewoon moe. Ik ben eigenlijk al trots dat ik ga. Dus het is trouwens met heel veel voetbalclubs. Dus niet alleen maar die van H.
Maar dus echt allemaal clubs die dus een toernooi hebben gespeeld hier. Ik ben benieuwd of ik de enige ben die niet zuipt. Ik zuip normaal ook niet veel hoor, maar op zo'n feest zou ik wel even een wijntje doen normaal. Ben benieuwd. Dan gaat ineens ook een soort Duitse muziek aan. Dit was gezellig jongens. Het is een uurtje of 11 nu. Ik dacht ik ga gewoon lekker even kijken waar moet ik heen. Dat is alleen de vraag. Ik weet het niet. Echt. Het tegenovergestelde van vandaag in de CNA. Als ik de wereld zou mogen samenstellen, zou ik de wereld echt samenstellen. Met grotendeels al die mensen die hier op de voetbalclub zitten. Dit is, ik had het er met haar ook net, hij liep mee naar de auto. En gewoon, dit is zo'n mooi stukje van de wereld. Deze mensen zijn allemaal zo warm en zo lief. Dat ze hier ook, ik weet dat toen ze vorig jaar hoorden dat we uit elkaar gingen. Ze hadden mij letterlijk pas één keer een soort van gezien bij de voetbal. Nog niet eens echt ontmoet. Toen hadden ze me één keer gezien bij de kerst. En het was echt gewoon... Nou, ze konden wel janken om het feit dat we dus uit elkaar gingen. Zulke lieve mensen. En dus het nieuws dat we dus niet uit elkaar gingen en dus samen bleven. Vonden ze fantastisch. En dus om nu te horen, bijna, sommigen wisten het al, maar heel veel nog niet. Dat we een kindje krijgen. Nou, die liefde van die mannen hier. Dat is niet normaal hoe lief, hoe blij. Alsof het allemaal soort van je opa's zijn of zo. Ze zijn niet allemaal zo oud, maar meer qua de liefde van een soort opa of een vader of... Zo ontzettend lief. Nou ja, ik ben gewoon heel erg gevoelig voor goede sfeer, goede energie, goede mensen. Ik word daar zo blij van. Dat echt bij de voetbal zijn is gewoon een soort van drugs. Een soort van kick die je krijgt van liefde. Dat is niet normaal. Ik dacht nu, ik ga lekker, want ik heb gewoon hele leuke meid. Heb ik de hele avond ook mee gekletst. Die had ik al een keer eerder gezien. En verder met Ha lekker en met Mark en Elisa. En al die mannen even kort gesproken. Toen dacht ik, nou... Nu gaat iedereen waarschijnlijk een beetje zuipen nog. En ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik begon te gapen. Ik denk, ik ga lekker naar huis. Ik vind het helemaal mooi. Ik heb helemaal genoten. Het was echt super leuk. Maar die liefde is echt voor, ja, waanzinnig. En allemaal ook. Dan kom je over 2 weken. Want dan gaan we nog voor heel verjaardag een speech doen. En dan nu ook voor de baby. Dus ik was zo blij. Zo lief. Echt. En ook helemaal van... Ja, zo betrokken, zeg maar, over de baby. Gewoon zo oprecht blij. En ook van, doe je wel voorzichtig met de baby? Over 2 weken, hé, voorzichtig, hè? En toen ging ik het heel sporttas even tillen. Want ik ben met de auto, hé, niet de tas tillen, je bent zwanger. Ik vind dat altijd heel lief. Ik vind dat echt zo schattig. Nee, heel leuk. En bijna niemand had een outfit aan. Dus ik was blij dat ik niet te overdressed was. Maar ik voelde me er wel gewoon leuk in. En iedereen vond mijn outfit helemaal leuk en zo. Ik heb even een leuk fotootje gemaakt trouwens, die zal ik even op Insta delen binnenkort in een overzicht met heel Mark en Lisa, superleuk. Ja, helemaal toppie. Nu ga ik vast lekker naar huis en lekker slapen en lekker naar Poesie. En morgen de geslachtsecho. Spannend, ik liet de echo net aan een meid zien die 5 kinderen heeft en die zei meteen meisje. Ik ben zo benieuwd, ik heb nu eigenlijk het gevoel dat het een meisje gaat worden door die echo. Dus als het morgen iets anders is, een jongen. Zou ik toch wel weer verbaasd zijn. Ik heb dus een jongen gedacht op maandag. Maar op die echo is zo duidelijk een meisje. Heel benieuwd morgen. Echt heel benieuwd. Ja, heel leuk dat ik hier ben geweest. Echt weer een dosis aan liefde. Helemaal leuk. Helemaal fijn. Belt Hamer net. Ik ben bijna thuis. Hé, hey, ja. Net toen je weg was. Ik ben nog naar de auto snel gelopen. Maar je was al weg. Ja, ik heb mijn geluid uit. Zegt zo'n man dat ik een prijs heb gewonnen, ik. Ik zeg, waarvoor? Zegt hij, weet ik niet, maar nu gaan ze mij de prijs geven. Ik zou vragen even waarvoor ik een prijs heb gewonnen. Ik ben nu wel benieuwd. Ik win nooit een prijs. Was ik 5 minuten langer gebleven, had ik een prijs gewonnen. Maar ik ga niet terug, hoor. Dat is zo echt zo. Ik ga even helemaal terug voor mijn prijs. Ik ben wel benieuwd waarom ik een prijs heb. Misschien beste zwangere vrouw. Leuk, oh ja, zo leuk. Maar ik dacht, ik ga gewoon op het hoogtepunt ook. Gewoon, ik heb iedereen gesproken, ik heb lol gehad. En nu kan ik hier wel blijven staan, maar eigenlijk wil ik het sowieso vaker doen. Niet alleen omdat ik zwanger ben, ik wil vaker gewoon eerder gaan. En ook gewoon lekker apart, zeg maar, als ik heel langer wil blijven. Dat deed ik sowieso wel vaker hoor. Maar als je gewoon gaat wanneer je zelf wil gaan. Ik hoor Monica daar ook heel vaak over. Ik ben er ook wel van, maar toch blijf ik toch vaak wel iets langer dan ik wil. Om toch nog te rekken. En nu denk ik, ja... Het is eigenlijk heerlijk om niet heel lang ergens naartoe te gaan. Gewoon leuk, iedereen spreken, iedereen zien, lol, bla bla bla. En dan lekker weg.
op tijd je bed in. Ik vind het helemaal perfect zo, helemaal top. Heerlijk joh. Thuiskomen is zo lekker. Ik heb alleen geen make-up remover, dus ik moet even met kokosolie mascara erop gaan halen. Maar oh, eigenlijk, ik ging ook heel vaak toen ik hier woonde niet mee naar dingen. Maar je kan ook gewoon wat korter gaan en dan weer lekker naar huis, weet je wel. Je hoeft niet altijd zo extreem lang te blijven. Dit was echt perfect. Ik ga ook niet slapen, ik ga gewoon nog even lekker chillen, heerlijk. Zo lekker. Oh, ik hou ervan. I'm a happy person. En wat voor prijs denken jullie dat ik heb gewonnen? Ik ben nu wel echt benieuwd. Ja, wat zou het zijn? Misschien iets met de baby of zo. Hi. Bij gebrek aan spiegel lijkt op menstruatie, bedoelt joh. Ja, nou dat gaat even niet meer gebeuren. Nee, heerlijk. Zo, dacht ik vannacht nog heel lekker zat. Je hebt nog 6 minuten. Ja. En dan moeten we er zijn. Nee, dat moet je gewoon wel. Oh. Dat is nog heel lang. Jongens, het is zover. Loes denkt wel een jongen, toch? Ik dacht het wel. Maar dat is alleen maar gedacht. Nou ja, we dachten allemaal een jongen. Tot maandag. Geen probleem. Wel heel benieuwd. Ik vind alles goed. En er was een verrassing van mijn vader, is ook gekomen. Ja. Wat denk jij eigenlijk? Huh? Wat denk jij? Geen idee. Dat is prima. Ja, dat is wat anders. Nee, maar ik heb geen idee. Ik denk dat jij vergist. Ik? Ja. Oh, ik dacht jongen, dus dan is het meisje. Dat is helemaal bang. Sorry. Jawel. Oh, verrek. Daar is een grote tv, daar heb ik over nagedacht hoor. Ja, geweldig. Goedemorgen mensen, het is nu maandag. Ik heb echt bijna niet geslapen van de adrenaline. Echt, ik denk 4 uurtjes geslapen. 5:30 wakker. Ik had 6 uur mijn wekker, ik was 5:30, nou ik was eigenlijk de hele nacht wakker. Dus dat wordt even pittig, maar ik was vol aan adrenaline. Ik ben heel benieuwd naar de file. Ik ga 6:30 of 6:45 gaan rijden. Eitjes koken, even koffie maken. De matcha is heel vies zeg maar. Nou ja, geen zin in. Al mijn spullen verzamelen, de auto staat al voor de deur. En ik ben hier dan dus heel lang niet, wat ik echt heel jammer vind. Maar ik heb dit weekend dus een weekendje weg met mijn werk. Van vrijdag tot en met zondag. Dus ik ben hier echt pas vrijdag over ruim 1,5 week weer. Vind ik echt jammer. Ik ga haar super erg missen. We zijn echt gelukkiger dan ooit. En Poesie ook. Als ik straks thuis kom, denk ik waarschijnlijk wat doe ik hier. Dus ik ga echt wel deze week te maken hebben. En ik ga beginnen met doosjes pakken, want ik wil hier gewoon zijn. Zo fijn dat we eindelijk 3 nachten hadden. Echt naartoe. Ja. Nee, ik ben zo gelukkig. Dus ik loop gewoon lekker. Ik loop letterlijk springend over straat. Niet als ik alleen ben, maar gisteren echt alleen maar. Ik kan mijn blijheid gewoon niet kwijt. En dan ook nog eens een. Oh, jullie weten het geslacht ook niet. Ik heb het geslacht ook nog eens gehoord. Nou. Ja, jammer dat ik dat nu niet kan zeggen. Maar anders klopt natuurlijk de hele volgorde van mijn video's niet meer. Dus. Nou, ik ga even opschieten. En dan wel heel lekker dat je weet dat je nog een uur in de auto kan wakker worden. Ik vind het echt heerlijk. Daar gaan we, de eerste keer van het nieuwe leven hoor jongens. Dit is, ik weet dat de file echt drama was altijd. Maar ik ben nu dus, is het nu maar 48 minuten. Overdag is het 54, dus het is nog ochtend. Het is nu 8:42, dus ik ben 10 minuten later vertrokken dan ik wilde. Maar ik wilde echt nog even ei eten en ik dacht ja, dat is wel heel vroeg. Dan ben ik er dus 7:30, dus een 30 minuten voordat ik er moet zijn. Genoeg speling lijkt, maar ik ben zo benieuwd of er dus file bij gaat komen. Mocht het er niet bij komen, wil ik eigenlijk langs de supermarkt. De FOMAR is om 7:30 open. Dan wil ik iets kopen van een koekje of zo in de kleur van het geslacht. Kinderen kunnen echt niet wachten. Dus dat is wel heel leuk. Ik vind het wel jammer dat ik het jullie nog niet kan vertellen. Dat is het lastige. Ik heb gisteren gekeken. Volgens mij heb ik 10 video's voor jullie. Waarvan 1, ik ben zwanger en 1 aan iedereen vertellen. Dus nog 8 vlogs. Van ja, 20 tot 30 minuten. Over de weken. Sommige hebben 4 weken geclusterd, andere 1 week wat meer. Maar kijk, als ik nu al het geslacht deel, dan is het in die content ga ik ook best wel veel in op wat zou het worden. Dus dat vind ik dan gewoon minder leuk. Maar pas over 2 maanden het geslacht delen is ook wel heel ver. Want dan, ja, dan kan ik ook weer niet in de vlogs nu delen. Want ik ga nu echt shoppen voor
het geslacht. Mocht je trouwens daartegen zijn of daar helemaal niks mee hebben en denken genderneutraal en neutrale kleuren, dan is het natuurlijk helemaal hoe jij dat zelf ziet. Maar ik wil wel gewoon delen hoe ik het doe. Je hebt natuurlijk ook mensen die daar heel erg netjes in zijn door bijvoorbeeld hun voorkeur niet te uiten. Maar iedereen mag natuurlijk daarin helemaal zijn eigen mening hebben. Ik denk, ja, een baby weet zijn voorkeur toch nog niet. En als ons kindje daarna besluit zich niet te voelen zoals het, zeg maar, geboren is. Of dat is ook weer lastig hoe je dat moet zeggen. Maar zoals het, met welk geslachtsdeel het geboren is. Dan is dat voor ons echt helemaal oké. Dus daar niet van. Het is gewoon, voor nu vind ik het gewoon leuk dat het wat concreter is. Naar welk geslacht we kijken. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Dus ik wil wel altijd gewoon lekker zeggen wat ik denk. Want dat is ook een beetje waar mijn vlogs natuurlijk om draaien. Als ik alles heel erg braaf en netjes ga zeggen, dan... Ja, dat past niet bij mij natuurlijk. Ik ben echt kapot, dus ik ga even mijn mond houden. En ik ben dus heel erg benieuwd wat betreft de file. Echt heel benieuwd. Het regent niet, zei mijn moeder, dus dat scheelt ook. Maar ik wil het ook heel graag ervaren, want misschien blijf ik volgend jaar daar wel 2 dagen werken, weet je wel. En dan heb ik nu misschien wel ons kindje in de auto en breng ik die naar mijn moeder, bij wijze van spreken. Weet niet hoor, ze willen in principe geen vaste oppasdag, mijn ouders, alleen mijn schoonouders. Maar ja, dat zijn allemaal van die dingen dat je denkt, ja, misschien zit die kleine nu wel achterin. Dan blijf ik wel daar werken, of weet ik het, je weet het niet. Maar ik wil het in ieder geval even ervaren. En ik merk dat ik echt denk, waarom ga ik straks naar mijn eigen huis? Ik bedoel, ik kan heel goed alleen zijn, maar nu Poesie er ook nog eens niet is. Denk je echt, ik heb zoveel zin om lekker dat gezinnetje te zijn. Morgen komt mijn bonusdochter en dan wil ik haar ook zo graag zien. En vertellen wat het wordt en allemaal dat soort dingen. Wat het is eigenlijk. Welk geslachtsdeel het heeft. Ik vind het zo lastig hoe je dat nou moet zeggen. Oké. Bye bye. Ik ga lekker even mijn mond houden, nieuws luisteren, koffie drinken. Wat ik dus weer drink nu, omdat ik dat lekker vind te matchen. En ja, ik voel me dus trouwens echt super goed. Ik heb echt mazzel. Jullie gaan het allemaal nog zien, maar ik heb echt geluk. Ik eet zelfs 2 gekookte eieren in de ochtend. Terwijl voor mijn zwangerschap werd ik daar misselijker van dan nu. Echt blij. Net ook weer 2 eitjes op. Ik zit helemaal vol ervan. Lekker vers jusje erbij. Heerlijk. En alle reacties op Insta zijn echt waanzinnig lief. Geweldig ook als je ziet hoeveel mensen me al zo lang volgen en me hebben zien opgroeien en zo blij zijn met tranen en echt love jullie, zo lief. Oh ja, ik zou weer op mijn werk vloggen, want ik kreeg veel comments dat jullie toch wel willen zien, maar ik ben het echt vergeten. Ik ben helemaal kapot, ik heb hoofdpijn. Ik heb natuurlijk ook heel kort geslapen, ik heb de dag echt super goed overleefd, maar nu ben ik kapot. Het is echt zo'n pittige dag, wel leuk, maar ik stond dan in ruim een uur in groep 7, rekenles geven. En instructie en verlenen instructie en alles. Dan een uur in de andere groep 7. Dictée, spelling, eten, buiten spelen. Dan in groep 5. En allemaal ruzies en dingen heb ik gewoon een uur hard van onderwijs gegeven. En allemaal meditaties en groeps teambuilding oefeningen. Toen een leerling die gewoon niet meer handelbaar was in de klas bij me gehad. En dat soort dingen. Echt een hele pittige dag en ik heb dus geen seconde pauze gehad. En je hebt dus recht op een half uur pauze. En als je zwanger bent heb je echt al helemaal recht op pauze. Maar ik heb letterlijk gewoon echt geen pauze gehad. Gewoon nul. Dus tussendoor even met de jongen boven mijn boter en het smeerken gehaald. Even snel opgegeten, maar ik dacht 4 uur. Ik ga lekker naar huis, want ik ben kapot. Maar ik vind het zo jammer dat Poesie nu niet in mijn huis is. Zo, die koppijn is niet normaal, maar ik heb ook veel te weinig gedronken. Dus ik ga even heel veel water drinken. Ik moet heel vroeg naar bed. En vandaag heb ik ook geen eten in huis. Maar ik denk echt, wat ga ik thuis doen? Ja, chillen, maar geen Poesie. Ik vind dat wel heel jammer hoor. Maar het is wel beter. Maar ik vind het echt super jammer dat ze er nu niet is. Ik denk echt dat ik ga huilen. Het is echt maar, we hebben echt van die routines en zo. Ik ga er zo erg missen. Ik mis er nu al. Ik weet echt zeker dat ik ga huilen als ik binnenkom en ze is er niet. Eigenlijk moet ik nu al huilen. Oké, doei. Hallo jongens. Ik ben op mijn werk. Ik heb eventjes een breakie. Gisteren had ik trouwens een kaartje. Dit is volgens mij mijn eerste kaartje. Ja, er is een meisje die ik vorig jaar in de klas had en echt... Zo leuk, ze zit hier ook naast en ik klets de hele tijd met haar en de moeder en allemaal zo leuk. En dan hebben ze dus een kaartje gekocht, zo lief. En nu kwam ze ook met een cadeautje. Dus ik zeg steeds van ja, we moeten niet tijdens school, weet je. Ik wil niet dat,
dat vind ik ook niet leuk voor de juf en meester. Weet je, dat als iemand dan nu bij mij cadeautjes kon doen onder schooltijd. Dus ik zeg steeds, doe maar even na schooltijd. Maar zo lief. Vet lief. Deze had ze in het weekend al, of meteen al gekocht toen ik het vorige week vertelde. Nu komt ze weer met een cadeautje aan. Ik hou van cadeautjes. Staat dit hier ineens. Zo schattig. Kijk. Oh. Ga ik na schooltijd openmaken. En dit is de status hero. Ik ben weer thuis en ik ben te moe om te vloggen. Maar ik was bij de supermarkt geweest en ik heb 7 uur salade gekocht. En een opwarmlasagne. Good morning. Ik ben zo ontzettend moe. Ja. It is what it is, maar het is echt niet normaal. Maar ik had gisteren dus deze havermelk gekocht. Die is nieuw. Hij is wit, zie je? Lighter. En ik hou altijd wel van lighter taste. Het is minder vol. Maar dan wel de barista versie. Dus hij zou wel moeten schijnen. Dus ik ben hem nu even aan het testen. Ik heb mijn glaasje sinaasappelsappel op en 2 eitjes gekookt. En daar heb ik dus echt zin in elke dag. Wat ik vet grappig vind. Omdat ik er normaal echt al heel misselijk van word. Maar ik ga ook elke dag met de auto. Terwijl het dus echt 5 minuten fietsen is. Maar ik ben zo moe. Weet je, ik beweeg genoeg. Ik doe ook mijn krachttraining nog, dus dat maakt ook niet uit. Maar dat fietsen vind ik echt heel intens. Oh. Ja, maar nu ben ik gewoon, ik heb gewoon slaaptekort hoor. Is hij dus overstroomd? Ik vraag me altijd af als ik er zo weinig in doe. Waarom... Oeh, hij ziet er wel heel mooi uit. Waarom overstroomt hij dan? Kijk, oh, ruikt het lekker? Ik doe meestal geen koffie 's ochtends vroeg, maar nu heb ik het wel nodig. Het is heel mooi schuim, wat vet, wat leuk. Ze hebben wel echt veel variaties bij Oatly. Gewoon, ik vind het wel goed, want ze breiden zichzelf uit, maar ze blijven wel bij hun ding. Het is niet dat ze allemaal andere dingen uitbrengen ofzo. Gewoon havermelk, maar echt in allerlei gradaties. Ik weet niet of ik nou had verteld dat de winkels hier dus nu open zijn. Maar ik woon dus in Weesperssluis. En dit is natuurlijk hier nieuw. En ik werk ook in Weesperssluis. Dus ik woon aan de ene kant, ik werk aan de andere kant. En de winkels in Weesp zijn echt niet ver. Maar het is altijd... Je zit hier een soort van... Ik weet niet, ja, net als Aatsveld in Weesp. Dat is ook een ander gedeelte. Oh, mooi schuim. Wauw. Ook hieronder, dit is nog steeds schuim. Nou, dit was mijn review. Wat goed. Ik had tegenwoordig altijd die lichtblauwe, die halfvolle, omdat ik dus altijd matcha nam, geen schuim nodig had. Dus daar heb ik dan ook die warme koffies mee gemaakt. Oh, ik ben misselijk. Maar ja, die schuimt dus niet super goed. Dat is halfvol. Dus ik moest even nieuwe halen. Sowieso, vroeger ging het, denk ik, volgens mij 2 dagen met een bak. Ook de calorieën die je dan weg denkt, niet normaal, maar die grote matcha's. Ik denk 2,5 dag met een bak en nu doe ik echt 1,5 week met een bak. Omdat ik zo weinig drink. En ik heb ook heel vaak geen koffie meer gedronken sinds ik zwanger ben. Alleen nu ben ik gewoon echt aan het overleven. Ik kan letterlijk nu omvallen. ik denk gewoon een combi hoor, van en zwanger en slaaptekort en pittige werkdagen. En iedereen is ziek en zo en het is donker. Maar ja, anyhow. Deze is dus heel goed. En het is heel chill. De winkels open zijn. Ik ben gisteren bij de Appie geweest. Ze hebben een slager. Ik eet sowieso echt geen vlees meer. Heel soms als ik bij iemand barbecue of zo. Maar ook niet echt. Ik vind het heel vies. Beter ook. Want ik vind het vet zielig. En Ethos. Bakker van Mana. Ik had een To Good To Go box gekocht. Ze doen nu al mee met To Good To Go. Om 5 uur. Maar toen dacht ik net ik annuleer hem. Want om 5 uur. Ik denk dat ik dan al thuis ben. Maar heel chill dat je nu gewoon hier deze week ook winkels hebt. Zo fijn. Want ik ging echt nooit die kant op. Oké, ik moet even opschieten. Oh ja, de hulp was trouwens gisteren weer geweest. Ze was weer zo schattig. Ze heeft ook allemaal kleren opgevouwen en zo. Terwijl ik ze altijd ophang, maar alsnog vet lief. Ik heb ze nu ook maar gewoon gevouwen in mijn kast gelegd. Nee, de bed lag vol kleding. Oké, ik ga doei. Ik heb weer een waanzinnige avondmaaltijd voor mezelf bereid. Dit heb ik echt 3 maanden niet gegeten of zo, maar nu lust ik het alweer. Lieve schatjes en patatjes. Ik wil zeggen, het is zo raar dat ik naar bed ga en mijn water kan laten staan. Wat poes hier niet is om het op te drinken. Ik heb niet op mijn werk gevlogd. Ik heb mijn vlog al geëdit. Ik zeg 1000 keer dat ik moe ben. Ik hoop dat je er niet aan stoort, maar het is gewoon alsnog is de vlog superleuk. Toe. Ik ben gewoon echt kapot. Dus ik ga nu slapen en ik heb niks gefilmd omdat ik gewoon te moe was daarvoor. Ik heb er niet over nagedacht. Maar ik voel me verder super goed hoor. Ik moet gewoon even lekker slapen. Ik heb 1 dagje om te chillen en dan ga ik alweer weekendje weg. En morgen komt de makelaar voor het gesprek over mijn huis. In ieder geval, deze vlog is nu klaar. Ik vind de nieuwe volgorde echt heel erg leuk. En ik hoop dat je deze vlog wel leuk vond. Dat je reageert, liked, me op Insta volgt.
volgende week weer kijkt. Maar waarschijnlijk komt dat tussendoor een extra video. En dat is denk ik de reactievideo. Die echt geweldig is. Dus ik ga lekker mijn bed in. En love jullie. Jullie zijn echt heel lief. Doei.